Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Lego die Hobbit aflevering hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en wij zijn hier weer terug met het halve gezelschap volgens mij. Er zijn namelijk een paar verder gaan varen met een bootje. Maar wij moeten hier op zoek gaan naar, jawel, wapens. En die wapens moeten wij halen bij de, wat was het ook alweer, militaire nog wat dinges. We zijn hier in Lake Town in Meerstad en dan moeten wij verder gaan richting de Lonely Mountain. En dat gaan wij ook zeker weten halen, jongens. Geloof mij maar. We kunnen in ieder geval hier niet echt verder. We moeten hier omhoog klimmen, zie ik. Dus dan gaan we dat ook maar even YOLO waterpolo doen. Kom op. Doe dit. K, ga jij er maar even lekker op staan. Ga jij er maar even lekker... Nee, jongen. Niet met z'n tweeën. Oké, we moeten hier weer zo'n toren maken. Hupsakee. En dan nog eentje. Hupsakee. En dan hebben we deze. Dan gaat dwaal in de bovenop staan. En dan springen we daar naar binnen. Yay! Awesome. En oh, de anderen komen nu ook. Dankjewel. Thorin, wat is er? Oeh. Een dwarvish windlands. Oh ja. Only a black arrow fired from a windlands could have pierced the dragon's hide the day that Smaug destroyed Dale. Had the aim of men been true that day, much would have been different. Oh my god. As soon as we have the weapons, we make straight for the mountain. Okay. Ga maar even uitzoeken naar wapens. Ik ben benieuwd wat we hier voor wapens precies gaan vinden. En wat moeten we hier allemaal? We hebben hier een ding waar we aan kunnen draaien. Doe dat maar gewoon. Kom op. Hupsakee. Doe dit. Ja, ga maar verder. Of moeten we iets anders doen of zo? Huh? Oh, voor mij zie ik het al. Van, moeten we iets verzorgen van vuur of zo? Kijk, ja, dan maken we hier iets. Kijk. En dan kunnen... Ja, zie. Ik zie hem al. Dan moeten we dat ding daar naartoe schuiven. En dan maken we vuur. Kijk maar. Ah ja, bam. Ik snap hem. Ik snap hem. Moet je kijken. Dan slaan we hem daarheen. Ja hoor. En dan gaan we hem daar naartoe doen. Want zie, er komen vonken vanaf als je dat mes slijpt. En ja, dan is het natuurlijk dat jij... Kijk eens aan. Vuur gaat krijgen. Kijk. Kijk, ja. Oeh, mooi vuurtje. Ik zie al gelijk wat we moeten doen. We hebben nu deze nodig namelijk. Kijk, geef mij. En ga hem aandoen. Yes, en nu kunnen we daar het donkere gebied in. Kijk, hier. En dan gaan we hem aansteken. Ah, jongens, dit is allemaal zo makkelijk, hè. En we hebben zwaard nummer 1. Kijk eens aan. Holy damn, dat is een goed zwaardje, hoor. Dat is een goed zwaardje. En what the fuck? What? Wat komen jullie hier opeens doen? Doe even normaal, joh. Hier, ga dood. Dankjewel. Dat was trouwens niet eens zo heel moeilijk. Maar we hebben nog meer wapens nodig. Waar zijn al die godganse kutwapens? Oh, hier moeten we iets bouwen. Oh, dit wordt dus een leuke puzzel. Yay. Nee, ik ben er echt heel slecht in. Nou ja, we gaan het gewoon proberen. YOLO. Wat hebben we nodig? Plank. Die en die. Kom op. Dwaling, jij gaat het even samen met mij fixen. Wij gaan dit bouwen. Oké, dan gaan we goed opletten. Oh mijn god, we maken een kaart. Holy damn. Oké, die hebben we nodig. Goed opletten altijd. En dan hebben we die nodig. Dit is altijd zo erg opletten. Oh, dit is voor mij een kanon. Voor mij gaat het een kanon worden. Ik zie het nu al. Dit wordt een kanon, jongens. Geloof mij. Dit gaat een kanon worden. Oké, ja. Ik zie hem al, hoor. En we gaan... Oh nee, dit is een stormramp. Oh, of... Nee, wel een kanon. Of wat? Nu zie ik het niet. Nu zie ik het even niet meer. Nu ben ik het even helemaal het spoor bijster, hoor. Wat wordt het nu? Een kanon of een... Huh? Of wel een kanon? Ja, kijk jongens. Oké, geef me dat kanon maar even. Holy damn. Oké, nu moet daar iemand inspringen. Oh, laten we met dwaling gaan, ja. Dwaling, ga jij maar vliegen. Of hoe moet dat? Wie kan dit ding af laten gaan? Oh! Serieus? Oh, dankjewel dwaling. Ik wil dwaling zijn. Gun mij dwaling. Yeah, nu zijn we hier. Awesome. En daarachter kunnen we naartoe. En daar hebben we twee personen nodig. En hier kunnen we schieten. Jeetje, we kunnen hier zoveel dingen doen, joh. Dat is echt bizar. Er is hier zoveel waar we naartoe kunnen. En kunnen we door dat raam heen? Dat ziet eruit als... Oh nee, laat maar. Ik dacht echt dat we door dat raam heen konden. Maar helaas, pindakaas. Maar we hebben hier in ieder geval een duo nodig. Dus pak maar even een teampje. Dwaal in. Yeah! Oké, dan gaan we nu dit ding kapot maken. Let op. Ha. Slow motion power. Yeah. En nu gaan we hier. Oh, een ladder bouwen. En dan kunnen we omhoog. En dan... Ik snap hem, jongens. Ik vat hem. Ik vat hem helemaal. Geef mij die maar even. Dankjewel. Kom op. We hebben dit ook nog nodig. Dat doen we ook maar even snel. Oh, daar hebben we het tweede wapen. Yes.
Awesome, de speer. hij zwaait er ook even mooi mee. Van kijk jongens, ik heb een speer. Fuck jullie allemaal. Nu gaan we hier omhoog. En dan gaan we hier. Oh, wat, daar ligt trouwens nog bovenop een minikit. Ik weet niet of jullie dat zien. Oké, maar trek dit in ieder geval maar kapot. Bam! Nog een wapen, de boog! We gaan echt hard. We gaan echt heerlijk hard, jongens. Maar zien jullie dat er boven liggen? Daar liggen twee paarse muntjes en zo'n blokje. Maar hoe de fuck kom je daar ooit aan? Dat vraag ik me echt af. Hoe kom je daar aan? I don't know. We gaan in ieder geval hem maar even doden. En oh, hier is het wapen wat Thorin heel graag wou. Oh mijn god, ja, Thorin. Deze gaan we even een slagje draaien. Yeah! Oh, nu kunnen we hier wat... Oh, dat ding gaan we natuurlijk toch niet afvuren? Nee, joh. Dat is gekke werk. Wat moeten we... Oh, dat is awesome. En serieus, nog meer van die wachters. Meen je deze hier? Ga toch dood. Ga toch dood, joh. Hier. Yoehoe. Ik wil trouwens Dwalin zijn. Die vind ik veel vetter. En... zie dit dan. Zie hem klimmen. Awesome. We hebben trouwens de man met de boog nodig. Waar is de man met... Oh nee, jij bent nodig. Voor mij ben jij nodig, of niet? Kan je daarop schieten of hebben we de man met de boog? Boog! Ja, kijk. Kijk, en dan schieten we zo. En dan is het zo van... Pieuw! En... Pieuw! Ik zeg... Pieuw! Ga nou niet in de weg staan. Dankjewel. Nu hebben we deze even gefixt. En dan hebben we nog een wapen staan. En dan hebben we alleen nog een schild nodig. Ik vind het trouwens wel raar dat we echt 3 zwaarden moeten vinden. Of 4 zelfs. En maar 1 fucking schild nodig hebben. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen, weet je? Het zal mij wat wezen. We hebben in ieder geval een laatste ding nodig. En waar is dat laatste ding te vinden? Ik weet het niet. Oh, dat laatste ding is waarschijnlijk hier te vinden. Oké, als we jou nou even pakken... Nee! Oh, wauw. Oh, wauw. Ik wil wel mijn muntjes terug. Ik wil mijn muntjes terug. Ik wil gewoon al die muntjes halen. Ja, dat kwam er al zich zo soepel uit. Nee, ik ben niet heel soepel. Sowieso ben ik ook niet lenig. Nee, ga alsjeblieft ook niet beginnen over hoe lenig ik ben. Ik heb ooit een keer geprobeerd om een been in mijn nek te leggen. Nou, ik was daarna 3 dagen in het ziekenhuis. Oké, dat is misschien niet waar, maar dat is echt kut hoor. Als je als jongen iets gaat proberen en dat kan je niet. Hetzelfde wat ik ook niet kan, is met mijn handen meteen raken. Maar we hebben alle wapens, dus laten we maar eens gaan. Oh mijn god. Holy damn. Wat? What is the meaning of this? I call them stealing weapons, sire. We are the dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. Okay. That is what you will bring upon us. Have you forgotten what happened to Dale? Let us not forget that it was Gideon, Lord of Dale, your ancestor, who failed to kill the beast. Okay. Gideon hit the dragon. He loosened his scale under the left wing. One more shot and he would have killed the beast. That's a fairy story, lad. Oh, echt? Nee, dat is gesproken. Will you share in the great wealth of our people? What yeah. say you? I say unto you, King under the mountain, may your return okay. bring good fortune to all. Not you. Join us when you're healed. Yeah. I'll stay with the lad. Wow. Okay, daar gaan we, jongens. Daar gaan wij. Ja. Kili's sick. No. I'm done with dwarves. Go away. Oh mijn god, zie hoe ziek Kili is. I need herbs. Do you have any king's foil? It's a weed. We feed it to the pigs. Right. Oh ja, dat is van een speciale kruid. En nee, ik zie nu al waar dit naartoe gaat. Waar moeten dit varken gaan achtervolgen? Ja, ik denk dat ik weet wat dit gaat zijn. Oké, okay, nou, wij gaan hier dan samen met Bovuur en Fili dat varken achteraan. Wauw, dit ga je toch niet menen? Zie, godsamme, waarom varken? Dat varken doet ons wat aan hoor, dat vind ik niet leuk dat varken dat doet. Nou ja, we moeten dit maar gaan fixen. Oh, wat? Ik sla hier een ding kapot en er komt opeens een krab uit. Oh ja, dan moeten we zeker 5 van die krabben vrijmaken en dan hebben we dat gefixt. Oh, ik snap hem al. Oké. Okay. Zit hier ook een krab in? Het ziet eruit alsof er een krab in kan zitten. Nee, oké, okay, geen krab.
Ik wil wel die krabben vinden. Dat lijkt me wel leuk om te doen. Hier zit er nog één. Kijk, kijk, kijk. Die maken we vrij en dan is het 2 van de 5. Zie? En we zijn meesterinbreker. Yes, awesome. Daar was ik wel even aan toe. Dankjewel, spel. Zo, oké. Okay. Jij mag los. En jij mag ook los. Pew. En serieus. Zit hier nou serieus een schaap in? Oh mijn god. Geitje rijden. No way. Serieus. Oh mijn god, dit is awesome. Maar we moeten eerst trouwens dit kapot maken. Kijk, die hebben we nodig. 3 van de 5. En nu gaan we weer op geitje rijden. Geef mij dat geitje. Geef mij dat geitje. Ik wil op geitje rijden. Kom op. Ga op dat geitje. Ja! Dus... Nee! Ongelukkig kan dat geitje omhoog springen. En trouwens, daar zat nog zo'n lobster. Die moeten we allemaal hebben. Ik wil deze gaan halen. Nee, 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 nee! Dankjewel dat je niet doodging. We moeten die krabben redden. We hebben nog eentje nodig. Oké. Dat vind ik awesome, maar dit geitje is zo awesome, hè. Oh nee, ik val weer in het water. Oh, daar zit trouwens de laatste krab die we nodig hebben, kijk. En dan hebben we een minikit, ik wist het, dankjewel. Wat is dit trouwens allemaal? Oh, een save punt, laat maar even opslaan. Kijk eens aan, even lekker opgeslagen. Dan gaan we nu weer verder op ons geitje. Yeah, jongens. We gaan geitje rennen. Welk hok moeten we trouwens nog meer openen? Deze volgens mij. Oh, we moeten hier graven. Oh, graaf. Kom op. Wat vinden we daar? Oh, zo'n sleutelding. Oh, maar die hebben we hiervoor nodig. Kijk. Ah, ja. En dan gaan we dat deurtje opendraaien. Let maar op. En verder dat hier ook geen vark in zit? Sowieso is dat hier ook geen vark. Nee, zie je? Een fucking schaap. Maar dat schaap kunnen we ook rijden. Oh, mijn god, joh. Dit meen je niet. Alleen, hoe de fuck gaan we dit openmaken? We moeten daar op zien te komen, maar... Oeh. Hoe de fuck moeten we daar ooit omhoog klimmen? Ik weet dat we daar omhoog moeten, maar hoe? Wat? We staan hier nu op en dan... Wat? Moeten we hier opeens de boot misschien iets doen? Iets kapot maken dat we iets kunnen bouwen? Ik denk dat dat het gaat zijn, of niet? Ja, zie, we moeten hier een... Ja, wauw. Melvin, kijk toch alsjeblieft eens een keertje verder dan je neus lang is. Dankjewel. En waarom liep ik opeens het water in? Oké, ik weet niet waarom ik opeens het water liep. Vraag dat alsjeblieft niet aan mij. In ieder geval, deze ladder, die kunnen we daar nu neerzetten. Kijk jongens. En nu kunnen we omhoog klimmen. Yes! Klimmen! Kom op, gozer. Dankjewel. En hier moeten we nu dit hok gaan openen. Zie je? Ja, yes! Oké. En dat varken zit daarin! Varken! We hebben jou nodig. We hebben jouw kruid nodig. Mag ik jouw kruid? Ik wil jouw kruid hebben. Sorry, ik wil jouw kruid hebben. Geef mij jouw kruid. En ik geef je hem nooit meer terug. Geef mij nu je kruid. Want dat hebben... Ja! Yes. Dat hebben we nodig. Dankeschön. En nu gaan wij onze lieftalige Kili weer helpen. En nee, niet de orgen. Orken, ook goed. Ik wil ogers. I don't know hoe je het ook wil zeggen. We zijn er in ieder geval. Nee! No! Holy shit! Oh my god. Oh, en dan worden we geheld door hun, door Legolas en Trundle. Of, ik zeg het maar weer verkeerd. YOLO. Zo random, hè? Yes! Wow. We're losing him. Athelas. What are you doing? I'm going to save him. Hold him down. Ze tillen hem ook gewoon op de kop, hè? Fucking mooi. Valkyrie. Toen was hij gered. Tauriel, kom. Tauriel, dat is haar naam, dat was het.
Ze springen ook echt zo mooi. Hè? Doet me denken aan die pinguïns in Madagaskar. Oh mijn god, wat gaan we doen? Oh mijn god. Holy damn. Oh shit, hé. Hey. Holy damn. We moeten 5 van die dingen doden en dan gaan we verder of zo. Yo, die muziek ook. Die muziek is ook zo episch, hè. Oké, we hebben die allemaal dood. Wat gaat er nu gebeuren? Oh mijn god, nu komt hij zelf beneden. Holy shit. Oké, deze battle moeten we gaan proberen te winnen. Of in ieder geval een klein beetje. Yes! Noob. Fucking noob dat je bent. Oh wauw, nu moeten we serieus verder lopen. Serieus. We zijn midden in een gevecht en dan loop je weg. Ja, fucking poes. Wat een fucking poes is het ook. In ieder geval mensen, dit was de aflevering. Jawel, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze toch wel epische aflevering. Enigszins, ja, niet echt. Achter varkens aanlopen, maar oké. Druk op blauw duimpje omhoog als je genoten hebt. Laat een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. Als je nog niet geabonneerd bent op mij, druk zo'n knopje abonneren die beneden staat. Dan ben je altijd op de hoogte op alle video's. En vanaf ik, nummer 1 zeg tegen jullie. En het is doei mensen.